Hartelijk welkom allemaal bij weer een video over lasergraveren. Beter gezegd, in dit geval gaat het over light burn. Zoals velen van u ongetwijfeld gemerkt zullen hebben, is er een vrij grote update geweest van light burn. Die update, dat was de versie 1.5.0.0. Inmiddels is die al een stapje verder, 1.5.0.1. Er zat klaarblijkelijk toch nog een foutje in. Maar in die grote update zitten een aantal zaken die we toch wel even moeten gaan behandelen. Vaak komen er updates uit van Lightburn, dus mochten mensen denken dat er geen updates uitkomen, dat is niet waar. Er komen regelmatig updates uit. Het is echter zo dat als u een licentie hebt voor Lightburn, dan heeft u een jaar lang recht op de updates. En na dat jaar kunt u Lightburn gewoon blijven gebruiken in de toestand waarin u hem op dat moment heeft. Dus met de upgrade versie erop die u heeft op dat moment. Alleen u kunt geen upgrades meer doen. Daarvoor zult u die licentie moeten verlengen en dat kunt u doen via de website van Lightburn. Soms zijn grote updates updates die aan mij voorbij gaan. En waarom is dat zo? Soms dan zit er niet zo heel erg veel nieuw in. Dit keer echter wel. Ik ga een aantal video's wijden aan de updates die in 1.5.0.1 nu op dit moment draaien en die voor ons belangrijk zijn. Althans voor ons, ik kan niet over u oordelen, maar ik ben een diode laser gebruiker. En dus bijvoorbeeld niet van een Galvo laser. Ik ga me dus niet bezighouden in deze video's met de Galvo updates. Ten eerste kan ik het niet laten zien. En bij een heleboel dingen weet ik ook helemaal niet eens hoe het echt werkt, ja of nee. Ik ga ook niet alle updates die voor diodelezers interessant zouden kunnen zijn hier laten zien. Er zitten dingen bij die ik voor mijn gevoel waarschijnlijk nooit zal gebruiken. Het kan zijn dat u dat dan wel doet, dat weet ik niet, daar kan ik niet over oordelen. Ik ga natuurlijk van mijn eigen kunnen uit en mijn eigen dingen uit, het laat dat duidelijk zijn. Desalniettemin zullen dat, ik denk, 3 video's gaan zijn. Het zullen geen super lange video's zijn. Deze intro maakt het even lang. We gaan beginnen met de 3 eerste zaken die geüpdate zijn in Lightburn en die ik u voor wil stellen in deze kleine serie. Veel plezier alvast. De eerste belangrijke wijziging in de Lightburn versie 1.5.0.1 is guidelines die je kunt trekken. We kennen allemaal het principe van de toolpad. Dat wil zeggen, daar kan je een vierkantje trekken, hoppakee. En die zet ik op T1 of T2, dat is een toolpad. Vervolgens kan ik dat dan verplaatsen naar de plek waar ik wens te laseren, bijvoorbeeld in het centrum. Ja. En dan zal de laser, als u gaat framen, dit rechthoekje natekenen wat we hier langs tekenen. Het kan wel eens interessant zijn, maar ik moet er wel bij zeggen, in de video's die ik hierover heb gezien, doet iedereen hier waanzinnig wild over. Ik vind dit wel meevallen. Maar het zou interessant kunnen zijn als u daar iets meer mee zou kunnen. En dat is ingebouwd. Dat is namelijk dat u lijnen kunt trekken die dezelfde functionaliteit hebben. Nou, dat ga ik even laten zien als wij naar de linkerkant gaan met de muis. Dus waar de cijfertjes staan hier. Dan zien we op enig moment dat mijn cursor in iets anders verandert. Die verandert in een soort van greepje, zeg maar. En als ik dan mijn muisknop indruk, kan ik een guideline trekken. Zie je dat? Wat interessant is, is dat ik zet deze guideline even bewust in de buurt van de 40 neer. Dat als we namelijk nu die guideline selecteren, dus met de pijltjestoets, zo, dan zien we dat die op 41.5 staat, hier linksbovenin. Dus je kan hem ook nog helemaal precies gaan plaatsen, ook als je dat wil. Dan kan je hem gaan zetten op 40 bijvoorbeeld. Voilà, nu staat hij op 40. Van de bovenkant werkt dit net zo. En om het interessant te maken, u kunt er veel meer maken. En op deze manier zou je bijvoorbeeld je werkbed kunnen indelen in vakjes waarin je vervolgens iets gaat plaatsen. Ik zal een klein voorbeeldje proberen te geven daarvan. Zo, ik doe dit even heel wild. Hè. Dit is even. En dit zijn allemaal toolpad lines. Dit is allemaal toolpad. Je kunt het hier ook zien. T1 hulpmiddel. Ja. Dit zijn allemaal toolpads. Nu kan ik zeg maar afbeeldingjes hierin gaan maken. Stel ik wil cirkeltjes gaan doen. Dan moet ik even mijn shift ingedrukt houden. En dan moet ik even een cirkeltje tekenen.
Die ga ik op zwart zetten voor de grap even. Gewoon om het maar even gewoon te laten zien zoals ik het wil. Ik ga het kopiëren en ik ga in elk van die vierkantjes zo'n ding plaatsen. En op die manier kun je heel gemakkelijk een soort rastertekeningetje of weet ik wat gaan maken. Het maken dus van guidelines. Die guidelines zijn ook te verwijderen. Ik zal even die afbeeldingjes even allemaal weggooien. Door ze gewoon aan te klikken en delete te klikken. Dan gooi je de afbeeldingjes weg. Maar het gekke van het verhaal is dat dat dus met die guidelines ook zo werkt. Je klikt op een guideline. Je ziet dat er een dingetje verschijnt waarmee je hem weer kunt gaan trekken, zeg maar. Maar je kunt hem ook gewoon deleten op die manier. Dat dingetje is natuurlijk een vierkantje, wat ik bedoel natuurlijk, hè. Nog even hier laten zien. Het vierkantje staat trouwens onderaan in dit geval. Delete. Dus je moet altijd even kijken van waar staat dat vierkantje dan. En zo kan ik al die lijntjes gaan verwijderen. Je kan dat natuurlijk waarschijnlijk ook in één keer. Maar ik laat het alleen even op deze manier zien. Het gebruik van guidelines in Lightburn. Voor degene die daar het gevoel van heeft van ik heb daar iets aan. Doe er dan ook iets mee. Want je kunt op deze manier heel gericht zaken op je werkbed plaatsen. De volgende upgrade is er een die is een vereenvoudiging van iets wat er al was. Stel, je maakt een rechthoek. Het maakt niet uit hoe groot, het maakt niet uit waar. Het is niet belangrijk. Ik heb hem op lijn gezet. En nu wil ik die hoeken hier afgerond hebben. Daarvoor moet ik hem eerst even selecteren. Moet ik de hoeken afronden. Dat deden we in het verleden. Deden we dat hier onderin met deze radiusknop. En ook zeg maar de radius die je dan in kon stellen. Dus je kon dat vergroten of verlagen. Nou, als ik die radiusknop aanklik, dan kon ik dus zeg maar die radius vergroten of verlagen. Nou, wat doet dat nou? Als ik hem op 10 laat staan en ik druk op een hoek, dan zie je dat die hoek af wordt gerond. En de hoeveelheid is dus die radius van 10. Ik zal hem voor de grap even 20 maken en een andere hoek doen. En dan zie je dat dat ook zo is. Goed, dat is allemaal leuk en allemaal aardig. Waren het niet dat het veel interessanter zou zijn als er een mogelijkheid zou zijn alle vier de hoeken tegelijk de radius te veranderen. En die mogelijkheid is toegevoegd in de vorm van die blauwe stip hier. Voor alle duidelijkheid, lieve mensen, ik heb video's gezien waarbij die blauwe stip bijvoorbeeld rechts onderin staat. Ja, dus let even op waar die staat. En met deze functie kun je een heleboel dingen doen. Let eens op, als ik erop ga staan en ik ga naar links schuiven, zien we dat die radius hier verandert. Hoeveel die verandert, kan ik je niet vertellen. Dat kun je helaas niet zien. Dus wil je het echt heel zuiver doen, dan zul je die eerste methode moeten gebruiken. Nu ga ik terug, nu ga ik de andere kant op bewegen. En dan zien we dat we ook de radius naar binnen kunnen veranderen. En zo kun je natuurlijk hele leuke ontwerpen maken. En wat heel belangrijk is bij deze functie, is dat die alle vier de hoeken tegelijk doet. En dat maakt het wel zo prettig. Dat is de functie van het afronden van de hoeken of eventueel inronden van de hoeken. De volgende upgrade die in Lightburn is toegevoegd is eigenlijk best wel een hele interessante. En op het eerste oog lijkt het allemaal helemaal niet zo handig, maar dat valt wel mee. Stel, je hebt meerdere lezers. Op dat moment zul je ook meerdere bibliotheken hebben. Ja. En die bibliotheken die hangen als het goed is vast aan de lezer. Dus als ik een andere lezer kies in het tabblad lezers. Hè, dus hier zo, waar nu die Auto Laser Master 3 USB staat. En ik zou daar een andere lezer kiezen. Verschijnt hier de bibliotheek van een andere lezer. Allemaal leuk en aardig. Maar hieronder in die bibliotheek is een knop bijgekomen. En die knop die heet Merge. Hij is nog niet vertaald. Maar Merge betekent samenvoegen. Je kunt dus van meerdere bibliotheken één bibliotheek maken. Dan ga je dat laten zien. Op dit moment is de bibliotheek geselecteerd van mijn Auto Laser Master 3, de LM3. Ik klik op Merge. Hij zegt van waar wil je hem dan mee mergen? Dat is met die LM2. En dan krijg ik dit venster hier te zien. We hebben een paar mogelijkheden. Verplaats de mijne met de nieuwe one. Nou, dat is niet zo handig, want ik wil ze natuurlijk allebei hebben. Doe de nieuwe hernoemen. Ja. Houd ook het origineel. Of doe het origineel hernoemen. Het gaat hier over de bibliotheek. Dus replace de mijne met de nieuwe is eigenlijk goed in dit geval. Sorry.
Je ziet hier twee verschillende dingen. Je ziet groen. Groen, dat is degene die ik wil mergen. Wit is degene die gemerged is, die nu actief is. Zeg maar. De Autolaser Master 3, acryl transparant en grave fill. Dat is deze hier. En zo verder enzovoort. Nu ga ik dus save doen. En als het goed is, gaat hij nu een bibliotheek maken. Een nieuwe bibliotheek. Met daarin allebei de lasers. Dat gaan we even doen. En we noemen hem... gewoon Ortur, want ik hoef eigenlijk niet te weten nu welke Ortur het is. Rechtsonder zien we nu dat Ortur ook echt Ortur geworden is. En wat daar leuk aan is, is dat er dus nu heel veel dingen in staan. Nou, laten we er eens een nemen die er zeker twee keer in staan. Laten we het als hardhout hier eens nemen. Ik klik dat aan, 3,6 mm, snijden. In dit geval kies ik lekker de verkeerde, want dat is niet degene die ik moet hebben. Laat ik er even één kiezen, namelijk die er zeker twee keer in staat, zeg maar. Dat lijkt me het meest leuke om te bekijken. Zacht hout dan. Even zien waar ik het goed kan zien hoor, want het is namelijk zo, je kunt namelijk als het goed is in die bibliotheek zometeen gaan zien om welke laser het gaat. Dat is de grap van het verhaal en dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Ik wil eigenlijk zien dat hij dat ook gaat tonen. Ik heb hier bijvoorbeeld twee keer sublimatielijsten in staan, dat is weer niet zo heel handig hè. Dus in dit geval is eigenlijk het koppelen van die twee bibliotheken niet zo handig. Je zou eigenlijk moeten zorgen dat je in allebei die bibliotheken de naamgeving identiek hebt. Want anders dan gaat het een beetje mislopen, lijkt me, als ik het zo bekijk. Ik zou even willen kijken of ik ergens iets kan zien. Want je kunt namelijk zien, dat heb ik gezien in video's, welke laser het dan betreft. Alleen op dit moment is dat dus niet te zien. En dat heeft dus te maken met het feit dat de naamgeving niet identiek is. Nou, het is heel eenvoudig. Kijk, als ik laden klik, zullen we zien dat ik er nu drie heb, zeg maar. Dus met andere woorden, ik kan nog steeds simpelweg degene die ik net gemaakt heb, dat is deze hierboven weggooien en dan de andere kiezen die ik wil hebben. Dus dat is verder geen thema. Dus je maakt er niks kapot aan. Maar het zou dus zinvol zijn om de naamgeving van de zaken identiek te hebben bij alles. En dan op die manier zou je moeten kunnen gaan zien hoe je zit met welke laser het dan betreft. Maar dat zie ik hier op dit moment nu dus niet, nogmaals, te maken met de naamgeving. Maar je kunt dus bibliotheken samenvoegen. En dat kan handig zijn, maar ik zou dus nogmaals heel dringend willen adviseren, want dat blijkt wel uit mijn voorbeeld hier. En je weet, ik doe dat altijd gewoon filmen on the fly. Dat wil zeggen dat als het bij mij verkeerd is, is het in de video ook verkeerd. En dat is misschien wel goed ook, want dan zie je wat er fout gaat. Nou, in dit geval betekent dat dus dat ik in beide bibliotheken, die van de 15 watt laser, dus van de LM2 en van de LM3, moet zorgen dat de naamgeving identiek is. En dan kan je die twee bibliotheken samenvoegen tot één bibliotheek. En dan kun je zien bij datgene wat je aanklikt, of je dan de settings hebt voor de LM3 of de LM2. Nou, dat was de volgende upgrade.